Welkom in deze nieuwe vlog. Het is dinsdag 21 mei. Nou, de varretjes zijn gepoot. Oh, het lijkt wel mooi, hè? Ik heb hier ruimte voor nog een paar. En straks die aardappel weg is, kunnen daar ook nog een paar. Er stonden nog hele kleintjes. Dus die kan ik dan weer mooi in neerzetten als die wat groter zijn. En als dit mooi volgroeit, oh, dat lijkt vast heel mooi. Ja, echt wel, hè? Ik moet er ook nog even een keer gemaaid gras tussen doen, maar goed, dat heb ik nu even niet. Ja, dat wordt echt wel mooi. Het is dan helemaal volgroeid. Ja, ik moet even op de aardappel wachten. Hij heeft al knop. Goedemorgen. Het is woensdag 22 mei. Het heeft vandaag lekker geregend, niet te hard. Plantjes hebben lekker water gekregen. En ik had gistermiddag nog wat zonnebloemen uitgeplant. Tuurlijk is er weer eentje opgevreten. Ik heb weer 95 slakken gevangen. Maar het is nog steeds een beetje miserig. Dus ik dacht, ik ga eens maar even wat in huis doen. Er iemand had daglichtlampen besteld. En die doen het best wel goed. Dus ik wilde hier ook eentje aan het plafond maken. Kijken of dat ook helpt hier. Want het is hier soms best wel donker. Het is wel handig als de keuken zo laag is. Dan kun je er tenminste bij. Oeh, die mag wel even gewassen. Ga niet wegrollen. Oeh, spannend. Zo, nou is het kapje even schoon. We kunnen testen. Nou, ook weer schoon. Moet er nog weer voorzichtig aanmaken. Oké. Nou, kijk of die het doet. En of die het beter doet. Oeh ja, dat is wel beter, denk ik. Mooi. Dankjewel, Raymond. Nou, kast nog even. Even een beetje schoonmaken. Dat kan mooi als het zulk raar weer is, hè? Normaal, mooi weer is, ben ik liever in de tuin dan in de keuken soppen. Dat ik al wat draadjes verzameld, hè? Hop. Zo ben ik aan het poetsen. En zo heb ik de tafel vol lampjes. Ik wou even het oude lampje opruimen, maar zag ik er nog zoveel los in de doos. Allemaal even testen welke het nog wel doen en welke niet. Als ik het niet doe, hoef ik ook niet te bewaren. Nou, daar gaan we. Wie doet het? Nou, en zo ook ze allemaal maar even bij langs. Er zijn er wel veel, maar goed. Zo, nou. Twee lege doosjes. Er waren twee lampjes die het niet deden. Dus dat viel heel erg mee. Een doos vol. Nou ja, dat is wel mooi. Dat ik wat lampjes op voorraad heb. Als er dan eentje knapt, kom ik tenminste vervangen. Ik heb alleen nog vier met een klein fittingje. Ja, daar heb ik geen lampje voor om te testen nu even. Dus nou ja, die heb ik er maar gewoon weer in gedaan. Dit is de rommel zat er ook in. En nog een... Nee, die doe ik maar gewoon weg. Opgeruimd. Nou, nu de vloer nog. Oh, maar even verdwijnen. Hop. Voorzichtig. Oh ja, mijn plant haart een beetje uit. Dat doet die hangplant altijd die mooie. Maar nee, zolang die maar groen blijft. Dan is het goed.
Hartstikke niet. Nou, even stofzuigen, even dweilen. Dan kan ik die kant verder stoppen. En als ik dan dit weer droog is, dan kan ik die kant dweilen. Oké, nou, klaar. Nou, keukeltje weer lekker gesopt. Schiet er wel een beetje bij in de laatste tijd, als ik zoveel in de tuin bezig ben. Maar volgens mij is het weer droog buiten, dus ik kan zo weer naar buiten. Hoppakee. Nou, hopsa. Ik had... Ik had een handdoek gepakt. Nou, even de lapjes in de was. En maar even opruimen. En dan eens even buiten kijken. Want ik had gisteren ook nog wat meer gepoten dan in die varentjes. Dus dat ga ik je nog even laten zien. Hier bij de garage stonden echt heel veel van deze. Deze mooie, hè? Hele kleintjes, wat grotere. Ik heb er ook nog een paar laten staan. Ik heb er ook een aantal uitgehaald. En die heb ik hier in de bloementuin gezet. Daar. Er wordt even gemaaid gras tussen, maar ja. Heb ik even niet. En daar ook nog een aantal. Nou, dan hebben ze natuurlijk vannacht mooi water gehad. Dus dat is mooi. En ik heb je al eens verteld dat ik zonnebloemen wou planten en daar bonen aan wou laten groeien. Dat wou ik hier doen. Dus ik heb nu de eerste zonnebloemen gisteren uitgepoot. Maar ja, er is natuurlijk eentje opgevreten. Die was ook nog wat kleiner. Stond daar waar dat gele kaartje staat. Nou ja, doe maar. Ik heb nog een paar zonnebloemen, die kunnen zo langzamerhand wel uitgepoot. Ik zal hier nog een paar bij zetten. En dan moeten de bonen bij. Maar die bonen die ik gezaaid heb, een aantal, die zijn al zo groot. Die zijn al bijna groter dan een zonnebloem. Dus dat werkt niet echt. Dus ik wou nou deze zonnebloemen even op gang laten komen. En dan plant ik er gewoon even nieuwe bonen bij. Dat lijkt me een beter idee. Ja, cool hè? Het doet het nu wel. Ik weet nu wel iets. Niet overal nog, maar... Want weekend is het ook pas 2 weken. De runderbeans komen nu ook eindelijk. Het zijn deze. Die. En die. Het zijn er nog niet veel, maar er komt wat. Maar ja, die, daarachter... Die hebben er wel zin in. Ik ben er kort maar even uitpoten. Dat zijn al zonnebloemen die eruit geplant kunnen. Oh ja. Ik heb gisteren ook nog 3 van deze Afrikaantjes uitgeplant. En natuurlijk is er daar ook een van opgevreten. Die had ik hier neergezet. 2 staan nog helemaal mooi vrolijk. Nou ja, en de derde stond ongeveer daar. Nu we toch mooie rondjes aan het lopen zijn door de tuin. Komt hier ook nog spontaan van alles op. Ja. Ik dacht in eerste instantie aan een kalebas of zo. Ja, denk ik. Dan nog 1. Dat is de dahlia. Oh, die gaat goed, hè? En daarin staat nog zo'n kalebasding. Ja. Deze weet ik ook niet zo goed. Bij mij is dat ook een plantje, maar... Nou ja, laat maar even staan. Oh, dat is een boompje, die kan eruit. Hier ook nog een plant. Is ook nog een plant. Zit ik alleen even met deze kale bassen. Moet ik binnenkort wel even uithalen. Die moet niet te groot uit te worden voor ik ze verplant. Ja. Misschien moet ik kijken of ik een plekje voor kan maken. Oh, misschien wel die grote composthoop achterin. Als ze daar gewoon tegenaan laten groeien. Misschien vind ik dat wel een goed idee.
Maar kijk of dat kan. Nou, ik heb een plekje gemaakt voor drie. Daar heb ik ze. Er zitten ook twee andere plantjes bij. Die stonden er zo dichtbij, die gingen mee eruit. Nou ja, ook weer om een plekje verzoek in de bloementuin. Ik wou je eigenlijk meenemen. Dus ik ze ging planten, maar het spet het wat. En het... Misschien niet zo verstandig om mijn camera mee te nemen dan. Dus ik laat je even hier binnen. Laat ik je straks wel even zien waar ik ze geplant heb. Nou, het is nog steeds niet heel droog, maar ik laat het je toch even zien. Daar staan die twee bloemen. Ze kunnen best wel een beetje groot worden. Dus ik hoop dat ze het gaan doen. Want hier zat die afvoerbuis van de groentetuin. Nou ja, bloementuin. Maar die kwam net boven het zand uit. Dus ik dacht, ik zet daar gewoon twee bloemen neer. Dan ga je er ook niet per ongeluk op staan. Daar is de grote composthoop hierachter. Even een rand erlangs helemaal even het gras weggehaald en zo. En ik had er natuurlijk ook al Oost-Indische kersjes geplant. Maar dat geeft niet. Daar staat nu de eerste kalebas. Die is wel erg schaduwrijk. Door die boom hier. Bij de buren weg. Maar goed. Ik heb al eerder een keer een kalebas in de schaduw gekweekt. Dus het kan wel. Staat er daar nog heen. Oh, en deze groeit hier ook. Cool, hè? Ja, ik vind hem mooi. En dan staat er daar nog eentje. En bovenop bloeit al een Oost-Indische kers. Maar ja, als dat helemaal vol zou groeien, hoe mooi dat is. Al die oranje bloemen. En nu we toch hierachter zijn. Die olifantsgras is weer zien gaan. Oh, groot al, hè? Ik zat te denken om er iets van... Nou, misschien wel zo'n stuk schapengaas omheen te doen. Dat als het gaat waaien, dat hij niet zo makkelijk uit elkaar kan waaien. Dat de stokken wat rechter worden ook. Oh, nog steeds niet helemaal lekker droog. Nou ja. De kale bassen hier achter de stoot doen het ook nog steeds. Ze zijn ook niet opgegeten. Dus dat is mooi. Ik heb wel een paar stakken weggehaald uit de buurt, maar... Nou, hopelijk lusten ze geen kalebas. Daar staat er een tussen. Ik kan beter even achterlangs lopen, want ik zie het nog niet zo goed, hè. Hoepakee. Daar staat er dus een. Hup, om de boom heen. Daar staat er een. En daar staat er een. Het lijkt nog wel heel zielig zo. Maar wacht maar tot ze gaan groeien. Goedemorgen. Het is donderdag 23 mei. Ja. Oh, heerlijk. Zonnetje schijnt hier. Het was gisteren de hele dag grijs en een beetje regenachtig af en toe. Ja. Voor de plantjes en de bloemetjes wel goed natuurlijk. Ja, en voor het onkruid ook. Oh, erg. De bloementuin was al helemaal weer groen. Ik hoop dat ik de avond wat aan kan doen hoor. Dat is wel zonde. En ik wil even kijken of ik alweer wat kan uitplanten. Want mijn bonen die gaan als een speer. Ik moet bij dat bakje binnenkort. Dus dat wil ik even doen. Maar ik begin even weer met stakken vangen. En de potjes van de planten halen. Die kalebas, die staat er nog mooi bij. Dat is goed gegaan vandaag. Klein hapje uit het blad, maar dat is niet zo. Deze kalebas. Oh, helemaal opgegeten. Staat alleen het stokje nog. Maar ik laat hem toch zitten. Wie weet loopt hij wel weer uit. En dan die hier. Nou ja. Die is ook flink aangevreten. Wat verdikken. Dan ben ik hier. Ik wil toch iets met dit gras. Want het wordt veel te gek zo. Maar ja. Het zit inmiddels ook vol met zaad. Wat voor. Dus.
Ja, je gaat het niet geloven. Maar ik heb een emmer. En mijn grasschaar. En ik ga kijken of ik zoveel mogelijk van dat zaad eruit, dat knip in die emmer kan gooien in de container. En dan ga ik toch kijken of ik met de oude maaien doorheen kom. Want het wordt alleen maar erger natuurlijk op deze manier. Even voorzichtig zijn met waar ik ga staan, dat ik niet het gras te plat trap, want dan komt hij er niet hoor. Nou, daar gaan we dan. Hier staat veel zaad dan, hè? Dus ik pak gewoon de bovenste koppen allemaal. Ik ga niet sprietje voor sprietje doen hoor. Gewoon hoppakee. Als hier gras staat, valt is natuurlijk geen ramp. Ja, het meeste zaad is er wel uit. Zeker niet alles, maar ik ga ook niet alles eruit pulken. Nou, dan moet ik stroom hierheen hebben. Grasmaaien heb ik al. En dan ga ik eens kijken of het wil. Ik doe er geen opvangbak achter. Ik laat het hem gewoon uitspugen. Ik denk dat dat het beste is. Het is eigenlijk net half achterin, want die gaat net weg. Maar ik ga toch wel aanmaken. Want hierachter zijn ze ook bezig bij bouwgrond. Om bouwrijp maken en met grote kranen. En, nou ja, dat maakt ook lawaai. Ja, het zal ook eens goed gaan, hè? Ik had mooi een oude grasmaaier gepakt. Hij had er best wel moeite mee, want het was natuurlijk heel erg lang. Maar na 2 keer een stukje, toen ging de motor steeds langzamer. Ik denk, oh. En toen draai ik hem om. Er kwam allemaal rook uit. Ik denk, niet meer doen. Niet doen. Dus ik heb de strimmer gepakt. Nou ja, ook geen succes, maar toch. Dus een heel stuk is eraf. Ik heb de bultjes er nog wel liggen. Die moet ik zo nog even ophalen. Maar ja, dat is natuurlijk niet mooi fijn gehakseld nu. Dus ik zit te denken om het even uit te strooien. Je hebt gewoon een gras daar vooraan. En dan nog straks nog even de gewone grasmaaier op te maaien. Ja, en dan dit, hè. Ik denk dat ik dit nou even 1 of 2 dagjes gewoon weer rechtop laat gaan. En dan maar even zien. Ik heb wel heel goed geharkt en takjes weggehaald. Dus misschien toch heel voorzichtig een goede grasmaaier doen. En dan de hoogste stand maar. Ik heb gemaaid gras nu. Gehakseld gemaaid gras. Dat ga ik dan eerst eens bij die plantjes doen die ik hier laatst gepoot heb. Dat had ik nog niet gedaan. Huh? Dat was die, deze. Is het allemaal goed hier? Oh, er komen allemaal zonnebloemetjes op die ik er later tussen heb gezaaid. Oeh, dat is mooi. Even kijken, dan moet hier nog wat bij. Ook weer klaar. Had ik nog meer geplant? Ja, mijn Afrikaantjes. Mijn bak en mijn harkje. En dan ga ik eerst mijn zeven onkruid plukken in de bloementuin. Oh, er staat zoveel. Het wordt bijna groene waas die er overheen komt al. Ja, water is goed voor de bloemen, maar ook voor het onkruid. Nou, ik ga je daar niet mee vervelen. Wil ik je bedanken voor het kijken. En dan zie ik je graag in een volgende vlog.